Goedemiddag allemaal. Welkom in Monnikendam, in Waterland. Welkom 20 orkesten. Welkom toehoorders op het derde Zigeuner Vriendenfestival hier in Monnikendam. Het begon allemaal zo'n 35 jaar geleden. Het Zigeunerorkest Balaton, wat straks daar gaat spelen om een uur of acht. Twee van die muzikanten kwamen onafhankelijk hier in Monnikendam wonen. Een jaar of 15 later kwamen er twee muzikanten van het Zigeunerorkest Octokatje hier wonen. En dat is een klein beetje de reden dat we ook al 35 jaar geleden begonnen zijn. Dat is uiteindelijk uitgegroeid tot meerdere festivals. Jaar of 12 geleden in de Posthoorn. Jaar of 6 geleden hier in dezelfde locatie als waar u zich nu bevindt. En vandaar. We gaan zo direct openen met onze eregast. We hebben een eregast benoemd, dat is Nello Mirando. Nello Mirando is de kleinzoon van Tata Mirando, het Koninklijk Zigeunerorkest Tata Mirando. Mogelijk heeft u daar van gehoord in de jaren 60, 50, 70. Er zijn 4 locaties. De Zwaan, Café 1614, het Thais restaurant en het Markerveerhuis bij de Lange Brug daar. Daar spelen vanaf 4 uur, vanaf kwart over 4 moet ik zeggen, tot 10 uur half 11 spelen daar elk 5 orkesten van elk een uur. En dat wordt dus afgewisseld met een kwartier tussenpauze. En ik wil, er wordt dus muziek gemaakt uit Hongarije, voor zover u dat niet weet, Roemenië, Rusland, zigeunermuziek hoofdzakelijk, Balkan, maar ook is er klezmermuziek en Hot Club de France. We hebben zelfs speciaal een orkest uit Frankrijk, Nietzsche Reinhardt, ik weet niet of hij hier staat, bienvenue Nietzsche Reinhardt, ici à Monnikendam. We hebben nog een cymbalist ook, dat is een hele beroemde cymbalist, die komt spelen om een uur of 10 vanavond. Dan wil ik u wijzen op ons Facebookpagina, als u alles allemaal nog een keer wil nalezen, dan kunt u op Facebook alles zien. Alle orkesten hebben daar zo'n beetje op gepost, dus als u nog wat informatie wil hebben, foto's worden erop gezet. Omroep Pim, de Waterlandse omroep, die is aan het filmen gedurende het hele festival en dat kunt u naderhand allemaal nog een keer op televisie bekijken. Ik wilde graag, als ik niks vergeet, er is een tentoonstelling. Er is een Amsterdamse fotograaf, die heeft prachtige foto's gemaakt van Sinti en Roma. Dus zeg maar de oorsprong van de Zigeuners. En dat is daar recht tegenover in dat winkeltje wat u hier meteen links ziet. Goedemiddag dames en heren. Allereerst wil ik mijn complimenten geven aan de organisatie, het comité van Zigeunervrienden Festival. Want wederom hebben zij ervoor gezorgd dat dit prachtige evenement hier na 6 jaar weer in Monnikendam tot stand is gekomen. Het is een heel mooi voorbeeld hoe horeca, hoe ondernemers en hoe inwoners met elkaar dit evenement weer organiseren. Een prachtig evenement en het is een verrijking van ons cultuuraanbod. We kennen het brede cultuuraanbod in Waterland. We hebben het Meezing Festival, we hebben de Korendag, we hebben Parkpop in Ilpendam. Maar dit is een waardevolle aanvulling aan ons hele aanbod. De komende uren gaat u 20 orkesten zien in verschillende horecagelegenheden hier in Monnikendam. Ik wil iedereen bedanken voor dit prachtige initiatief. Het is echt top dat dit in onze gemeenschappen tot stand kan komen. Ik wens jullie heel veel plezier de komende uren. Ik dank u wel. Dan vraag ik nu uw aandacht voor Nello Mirando, die dit festijn gaat openen. Hallo allemaal. Niet makkelijk iedere keer weer als ik gevraagd word om wat te zeggen, om wat te vertellen. En vooral als het een dag is of een middag is waarom het de muziek draait eigenlijk. U begrijpt natuurlijk allemaal dat ik iedereen welkom heet hier. Sommigen niet. Maar die zijn er niet, gelukkig. Het is een eer, vind ik. Dit kleine landje dat al zo lang meedraait wat zigeunermuziek betreft. En het enige land in heel Europa is, misschien wel in de wereld, buiten Hongarije, Roemenië, Joegoslavië, Rusland, dat deze muziek nog vertolkt wordt. En dat vind ik applausje waard voor
Dan mag ik een applausje waard voor iedereen die hier speelt vandaag. En ik hoop dat ik vanmiddag nog, dat het zo, of in de loop van de avond, dat het zo zijn kan dat ik nog zelf misschien ook nog wat kan spelen. Met, nou ja, mijn leerlingen en andere mensen die hier spelen. Nou, ik hoop op een hele fijne dag voor jullie, fijne avond. En nog als extra wil ik nog zeggen dat de bassiste vanavond van een speciale dans gaat doen rond 9:30 hier op het plein. Dus een fijne dag allemaal, bedankt. We staan hier bij de heer Mello Mirando, een bekendheid onder de zigeunermuziek. Ik denk zowel voor mij als voor een aantal kijkers dat u misschien niet zo bekend bent. Kunt u iets zeggen over uw achtergrond en u bent in ieder geval de kleinste van een heel beroemd muzikant? Nou, laat ik als eerste zeggen dat ik, als ik hier sta, dat er echt mensen zijn, dat er geen mensen zijn die mij niet kennen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Oké. Ik zou niet weten wat ik hier al eigenlijk op moet uitleggen. Een zigeunermuziekfestival. En ik ben dan hier, ik ben nog de enige over die is van het oude zigeunerkest van de zonen van Tata Mirando. Mijn vader die leeft nog, maar die speelt alleen als het moet. Hij is 81 jaar en moeilijk. Maar u geeft het aan dat Nederland naast wie Oost-Europese land het land is waar de zigeunermuziek nog wordt gespeeld. Hoe houden we het hier levend? Er is een traditie in Nederland, dat is bij studentenorkesten, zeg maar in Groningen, Leiden, Amsterdam, Wageningen. Daar is al de zigeunermuziek in Nederland, die bestaat al vanuit de studentenverenigingen onder 10 jaar. Is het al een traditie. En we zijn het enige land in de wereld, buiten de Balkanlanden zelf, die muziek speelt. En er is nog niemand geweest, dat lijkt me zo, het is zo interessant, er is nog niemand geweest die daar een keer werk van heeft gemaakt. Niemand. En wat zou er moeten gebeuren volgens u? Ik doe eens onderzoek, hoe komt dat? Zo'n klein landje. Dat die zo geïnteresseerd is en dol is van zigeunermuziek. Waar overal, misschien kijken ze een 20 orkesten vandaag die zigeunermuziek spelen. Dat gebeurt nog in één land. Maar de enorme bevlogenheid van de muzikant hier vandaag, is hetgene wat het levend houdt? Ja, absoluut, godzijdank wel. En u gaf aan een aantal zijn leerlingen van u? De drie orkesten, dat is Ochtogage, Servus en Bachtalo, dat zijn allemaal leerlingen van me. En bij de andere orkesten zijn nog individuele mensen die ook les van mij hebben gehad, ja. Nou, we gaan het helemaal volgen zometeen. Waar moeten we nou, is iets speciaals waar we als kijker ook naar moeten kijken, op moeten letten? Misschien is het wel het onderscheid. Dus niet qua muziek, maar de manier waarop muziek gemaakt wordt tussen de orkesten. Dus Ochtogage is zijn leerlingen, Servus zijn echte leerlingen en Bachtel zijn ook leerlingen. Nou, als je dan moet je maar eens opletten wat daar gebeurt muzikaal, ook optisch, ten opzichte van, met alle respect voor de andere orkesten. Misschien zie je het verschil zelf. Nou, we gaan daar goed naar kijken en desnoods gaan we de muzikanten ook nog even vragen wat het verschil voor hun maakt. Dank u voor het interview en een hele fijne avond. Oké, jullie ook. Dank u wel. Goedendag, we staan hier bij de heer Fokke, fotograaf in de Monnikendam met een tentoonstelling met alle heel bijzondere foto's die te maken hebben met het Zigeunerfestival. Meneer Fokke, kunt u zeggen wat voor soort foto's en welke doel deze tentoonstelling hier is? Deze foto's hangen hier 15 grote portretten en zijn een onderdeel van een serie en die serie heet Paramisa. En Paramisa is Romanes, de taal die zigeuners spreken. En Paramisa betekent verhaal, vertelling of sprookje. En ik ben al heel lang fotograaf in Nederland onder zigeuners. Onder Sinti en Roma moet je eigenlijk zeggen. En ik vind dat alle gezichten die vertellen een verhaal. En vandaar de titel Paramisa. En ik heb deze serie gemaakt om een bijdrage te leveren aan een beeldvorming over zigeuners. Want het is vaak een clichébeeld wat daarover bestaat. En ik dacht, nou, ik ga de clichés weglaten. Vandaar dat ik ook alle portretten gemaakt heb met iedereen gevraagd heb om zwarte kleren aan te doen tegen een zwarte achtergrond, zodat de gezichten gaan spreken. En vandaar ook het verhaal Paramisa. Hoe bent u aan de modellen gekomen? Omdat wat ik net zei, in Nederland fotografeer ik al langer bij Sinti en Roma. En de Nederlandse mensen, ik allemaal via. Als je één familie kent, dan die interesseerde mij weer bij een andere familie.
En ik ben zelf naar België gegaan, Duitsland gegaan en bijvoorbeeld naar een festival in Zlin in Tsjechië, waar weer een summer school voor Roma jongeren was. En daar heb ik Polen en Slowaken en een Rus zelfs gefotografeerd. En hoe selecteert u dan één? Je hebt heel veel foto's gemaakt en niet daar neem ik aan een selectie uit? Nee, ik heb niet heel veel foto's gemaakt. En ik heb ook helemaal niet zo geselecteerd. Gewoon mensen, ik heb wel mensen gevraagd en mensen die wilden. En ik heb deze foto's gemaakt op wat dan heet een technische camera. Dat is nog zo'n ouderwetse camera waarbij je een doek over je hoofd aan doet. En dan maak je gewoon één foto. Ik heb van de meeste mensen maar 3 of 4 foto's gemaakt. En gevraagd of ze rustig wilden zitten en in de lens wilden kijken. En iedere keer als iemand wel wilde, dan maakte ik wel een foto. En ik ben bijvoorbeeld die man die daar staat met die bontmuts op. Die staat op de brug in Maastricht. Dat hoorde ik via. Ben ik naar Maastricht gegaan. Gevraagd of hij op de foto wilde. Heb ik ergens een studiootje ingericht en hem gefotografeerd. En wat vindt u de meest sprekende foto's en deze meneer hierachter bijvoorbeeld? Een bijzondere meneer, waar komt die vandaan? Ja, die komt uit Den Haag. Die woont in Den Haag. En dat is een Sinto. Die man die woont al generaties lang, woont zijn familie al in Den Haag. En ik heb niet één, ik vind ze zijn me allemaal even dierbaar. Ik ga niet eentje zeggen van dat is de allermooiste. Of nee, ze zijn me allemaal even dierbaar, ik vind ze allemaal even mooi. En zijn een aantal van deze mensen hier ook aanwezig vandaag? Van de mensen die hier op de expositie zijn, is er volgens mij niemand aanwezig. Nee. Zover als ik weet. En dit zijn een aantal, want u heeft een heel boek gemaakt. Misschien kunnen we dat eventjes bijpakken, momentje. Misschien wilt u ons even daarin meenemen. Ja. Dit boek heet Paramisa, dus dat wat ik net zei, een verhaalvertelling of een sprookje. Het voorwoord is van de voormalige directeur van de Anne Frank Stichting, die zegt dat onbekend maakt onbemind. Dus als je mensen leert kennen, dan ga je ook van ze houden. Dus hij zegt, je moet je in mensen verdiepen en dan vallen vooroordelen vallen dan wel snel weg. Heel bijzonder. En een verhaal van een antropologe over Sinti en Roma. Ja, hier staan ze. Hij is een muzikant, ken ik. Heel veel uit Nederland natuurlijk. De meeste zijn uit Nederland, komen uit in de buurt van Venlo. Hij is bijvoorbeeld een Hongaar. Zij komt uit. Voor de camera te houden. En zij komt uit Polen. Hij is accordeonist. Nou, dit is die Roemeen. En ik heb sommige mensen heb ik geïnterviewd en een kort verhaaltje ervan gemaakt. Oké, heel leuk. En er zijn dat is die man die hier achter hangt, Rinus Vost, vertelt over zijn leven, wat hij doet. Dit is een van een familie die als eerste uit Oost-Europa zijn gevlucht. Iedereen heeft wel zijn eigen verhaal, geloof ik. Dit is moeder en zoon. En zij heeft nog in Duitsland in een concentratiekamp gezeten. Die heeft ook een enorm verleden. Ja, in de jaren 30 al. En hij is gevlucht uit Macedonië. En zou een heel groot feest geven als hij hier zijn status zou krijgen. En hij heeft het inmiddels gekregen. Nou, dus dat feest dat gaat eraan komen, begrijp ik. En hoe nu verder? Is dit een eenmalig project geweest? Of gaat u doorzetten? Dat heb ik al een paar jaar geleden gemaakt. En ik heb hier diverse exposities mee gehad in Duitsland en ook in Tsjechoslowakije. In Nederland veel exposities. Ik heb een grote expositie gehad in Kamp Westerbork en in Nationaal Monument Kamp Vught. Omdat natuurlijk heel veel Sinti en Roma hebben in oorlogsverleden. Heel veel uit hun familie zijn toen in die beroemde nacht opgepakt. En veel van hen zijn naar Auschwitz gedeporteerd. Dus die verhalen zitten ook altijd wel achter veel van de Nederlandse Sinti. Ja. Nou, ontzettend mooi om hier rond te kijken. De bezoekers van het Zigeunerfestival kunnen hier nu ook rondkijken en zien wat er allemaal gebeurt. Ze kunnen het boek kopen misschien, denk ik. Ja, het is voor €10 te kopen hier op de tent. En bij de boekhandel hier. En bij de boekhandel, bij de Nimo. Hartelijk dank voor het interview en heel veel plezier vandaag en ook met de tentoonstelling. Dank u wel. Dank u wel. Of bent speciaal voor het hier naartoe gekomen? We zijn uit Amsterdam gekomen. Leuk. Ja. U wist van dit festival en speciaal hierheen? Ja, dit lees ik op de computer. Ik word hier door vrienden op attent gemaakt. Ik ken een aantal Monnikendammers.
Dus er is een band tussen mij en Monnikendam al vele jaren. Hartstikke leuk. En is er ook een band tussen u en de zigeunermuziek? Zeker, want het is mooie muziek. Ik hou van heel veel soorten muziek en dus ook van de zigeunermuziek. U kent deze band ook? Nee. Nee, ik zie hem voor het eerst. En wat vindt u ervan? Nou, prachtig. Maar ik heb nou maar net één optreden, één nummer gehoord, dus ik ga nog verder luisteren. Ik kan er niet veel meer over zeggen nog, maar het klinkt heel mooi. Nou, we gaan er even van genieten. Ja. Heel veel plezier vanavond. Dank u wel. Dank u wel. Tjarda Roskam, klopt, jij ja. bent een nieuw gezicht van Omroep Wim, een nieuwe ster en veel mens. Ja. Je gaat vandaag ook voor het eerst van je leven ga je interviews houden. Ja, klopt. Misschien leuk voor de kijker om even te horen wie ben jij en waar kom je vandaan? Nou, ik kom uit Monnikendam. Ik woon in het nieuwe gedeelte van Monnikendam. Ik heb een dochter van 7, daar woon ik ook samen mee. En verder... woon ik eigenlijk al iets van meer dan 16 jaar in Monnikendam. En ik kom oorspronkelijk uit Broek en Waterland. En ik ben hierheen verhuisd. En ik vind het echt heel leuk. Al meer mensen leren kennen. En doe veel activiteit in Monnikendam. Ik ken veel mensen. En, dat komt altijd van pas. Toch, ja. Nou ga ik je gewoon een microfoon in de hand doen en dan ga je gewoon beginnen. Okay. Hoe voel je daarbij? Nou, ik denk dat ik even spannend vind van hoe en wat. Even zoeken, zeg maar, van wat voor vragen ga ik stellen. Ik vind het ook heel leuk. Ik vind het leuk om, en vooral de spontane gesprek met mensen. Dat vind ik heel erg leuk. Ja, zeker. Nou, het is hartstikke leuk dat de kijker even jou leert kennen, Tjarda. En ze gaan jou nog heel veel terugzien, denk ik. Nou, ik denk het wel. Ja, ja, zeker. Ja, ik vind het heel erg leuk en ik denk dat ik heel veel kan leren ook hiervan. Dus goede vragen stellen, maar ook een nieuwe wereld gaat voor me open. Bij deze is het misschien aardig, omdat we dit toch doen, om even aan te geven dat we natuurlijk ook bij Pim nog veel meer mensen kunnen gebruiken. Ja. Cameramensen, voor de camera, achter de camera. Bij deze, iedereen die interesse heeft, die is welkom om zich aan te melden. En hartstikke leuk dat jij nu bij ons bent. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk en ik hoop dat er veel meer mensen zich gaan aanmelden. Want het is juist mensen die houden van vragen stellen, die leuk vinden, die spontaan zijn, die het leuk vinden om met mensen te praten. Die mensen die volgens mij zoekt Pim, dat soort mensen. Heel goed, dankjewel. Nou, heel veel succes en veel plezier vooral. Dankjewel. Het is fantastisch hier. Vakantieman, ben ik al bruin? Dankjewel. Oké, we staan hier bij het organisatiecomité van dit festijn vanavond. Wat is jullie namen? Ik ben Mieke. Herman Volkers. En ik ben Valeria. Maar dit is niet helemaal het organisatiecomité. Dat is een hele grote groep, hè? Het Zigeunervriendencomité. En de Stichting Cultuurnacht Waterland, die ook de operanacht doet. Hoeveel mensen zijn ongeveer betrokken bij dit hele evenement? Een stuk of 10. 12. Ja, 14. Het zijn er zoveel, we weten het eigenlijk niet meer precies. Ze lopen allemaal een beetje gek bij, zoals wij. Mooi, dat kunnen we nog goed even in de gaten houden. En Roos erbij. Wat betekent het nou om zoiets hier in Monnikendam neer te zetten? Wie wil iets over zeggen? Nou, kijk, wat met de operanacht doen, hè, muziek naar de mens springen. Dat willen we ook met de zigeunermuziek doen. En doordat we Ariane de Boot, Geert Tietzing van Orkest Balaton en Herenwaard van Orkest ook dat gatje hebben we contacten met die muzikanten die allemaal eigenlijk gratis en voor niks komen van goulash. Dat is wel heel bijzonder, hè? Die drankbonnetjes, dat is heel bijzonder, ja. Hoeveel bands hebben we daar, een stuk of 12? 21. 21 bands de hele avond zijn hier. Hoe krijgen die mensen bij elkaar? Ja, via die contacten van hun. Hebben we daar eentje lopen, Herenwaard? Die halen we straks ook. Nou, komen er zelfs even bij, Herenwaard, ja. Ja. Kom erbij. Ja, ja, ik zeg even Herenwaard, want Herenwaard is mijn voormalige buurman. Oh. En de muziek van Octocaatje hoorde af en toe door onze ramen er binnenkomen. Ja, ja, Herenwaard, jij is ook een organisatie. Ja. Hoe ervaar je dat nu?
Nou, ja, na al dat werk dat we hebben gedaan, hè, met het comité samen, dat het toch een beetje op zijn pootjes terecht komt, is toch wel een opluchting ook, hoor. En nu begint het genieten. Hè, maar we zijn toch wel blij dat het nu ook van start is gegaan en dat we kunnen genieten van alle orkestjes. Ja. Hoeveel tijd gaat er nog in zitten om zoiets te organiseren voor jou persoonlijk? Veel meer dan je van tevoren verwacht en denkt. Maar het is ook heel gezellig geweest. Dus we sloten ook menig vergadering af met wat een stukje muziek om te spelen. En zo hou je natuurlijk wel gezellig voor elkaar. En, Ja, want jij zit ook in de band Octocatje, als ik het zo mag uitdrukken. Ja. Hebben jullie een speciaal repertoire voor vandaag samengesteld? Of oude muziek van jullie? Hoe hebben jullie gedaan? Met zigeunermuziek is het altijd natuurlijk het moment heel belangrijk. Dus ik laat me inspireren door de omgeving en het publiek. Dus, meen je nou dat je ter plekke bepaalt welke muziek je gaat spelen? Ja, toch wel. Dat vind ik wel echt heel bijzonder. Dus nee, geen programma. Ja. Gewoon gaan. Gewoon gaan. Dat betekent dat jullie als team heel goed ingespeeld moeten zijn aan elkaar. Ja, en dat is natuurlijk al meer dan 15 jaar. Dus we kennen elkaar. Dus als ik 1-2 noten inzet, dan snappen ze... Ja, een half woord is genoeg of een halve toon is genoeg. Ja. Wat ontzettend leuk. En we zijn eigenlijk bezig om een rondje te maken langs alle bands. Het enige ding waar wij naar nog moeten kijken als kijker, wat is opvallend? Ja, wij spelen zelf natuurlijk 6:45, dus dat mag je niet missen. Dat zullen we niet doen. Ja, en daarna speelt Mihai Scarlat met zijn ensemble. Het is een 25 man sterke formatie. En dat is natuurlijk wel spectaculair. Dus dan gaat het dak eraf bij het Marke Veerhuis. Dat gaan we zeker filmen. Oké. Tjani Linkan, hè? Vanavond om 9:30 in 16:14. Eigenlijk zijn al die bandjes zijn fantastisch. Het wil niet voor niets. Ja. Hebben we echt zoveel moeite eraan besteed om al die bands bij elkaar te krijgen. En de ene die speelt meer muziek uit Roemenië. En de andere meer uit Hongarije. Die weer meer zeg maar de Franse zigeuner. Want zigeunermuziek is heel breed. En het leuke van dit festival is dat we ook een hele brede selectie hebben van bands. Ja. En daar zijn we eigenlijk ongelooflijk trots op. Ja. Dus wij staan nu eigenlijk van elke minuut staan we te genieten. Nou, het is jullie aan te zien. We lopen heel snel van de ene locatie naar de andere. Dat we ze allemaal kunnen meemaken en zien. Het is zo geweldig. Ja, maar het is nogal wat om ze allemaal te volgen en allemaal te zien. Dat lukt je gewoon niet. Nee. Want dan blijf je hangen. Ik kom net bij de tij van dan. Geweldig. Hè? Ja. Maar daarboven is het ook. Ik ga er gauw voor door, want ik moet er nog twee zien. En dan moet ik weer terug naar mijn locatie toe. Dus, dat ga je ook nog zien. Ja. Hartstikke goed. Dank voor het interview. En we gaan allemaal kijken. Veel plezier vanavond. Dank je wel. Thank you.
staan hier bij Tini Dekker. Ja. En een overheerlijke maaltijd. Ja. Wat wordt er geserveerd? Er wordt geserveerd goulas met stokbrood. En voor de werkelijk vegetarische klanten hebben we ook een heerlijke vegetarische maaltijd. De goulas is bereid door De Waag. En het vegetarische is helemaal bereid door De Thai. Dus dat is wel geweldig. Hè? Ja, dat is fantastisch. Nou, dat is voor alle muzikanten en organisatie eromheen? Iedereen kan hier komen om te eten. We hebben 3 shifts als het ware. Dus dat iedereen gewoon lekker een plek kan uitzoeken om te eten. En op zijn gemak eventjes weer op krachten kan komen. De geuren die zijn al fantastisch. Ja, dat is echt hartstikke mooi. Echt, moet je kijken jongens. Even de camera. Nou, zeg. Dit is toch geweldig. De dam springt er vanaf. Ja, nou, het is zo. Tini, jij doet dit als vrijwilliger. Ja. Hartstikke goed dat je dit doet. Ja. Hoe vind je het hier vandaag? Ik vind, zover ik het kan bekijken, wij zijn natuurlijk heel druk bezig met de catering. Moet ik zeggen dat ik een hele leuke, gezellige sfeer vind. Ik ben blij dat er in Monnikendam weer een activiteit wordt gegeven waar iedereen van kan genieten. En dat het in combinatie is met de platbodemwedstrijd. Ja, dat is kan alleen maar mooier. Maakt dan het nog mooier. Ja, hartstikke goed. Absoluut. Nou, superleuk, dankjewel. En straks gaan we mensen hier zien eten. Ja, en sterkte met de ja, want het wordt even hard aanpoken natuurlijk. 150 succes. Mensen die te eten krijgen. Dus. Ja, absoluut. Maar de organisatie wordt... Ik ben een medewerker, hè, een vrijwilliger. Maar het is een super organisatie inderdaad. Het is goed georganiseerd. Ja, oké. Nou, heel veel succes. Dank je wel. Ja, dank je wel. Doei. Draai Dummelin, nummer 2. Wij zijn een trio die draait Doedelien. Zo, dat is een hele mond vol. Ja. Dat is een klezmerband. We spelen Jiddische volksmuziek. Daar komt onze naam ook vandaan. Doedelien. Het doedelen is een melodietje. En de Doedelien zijn de mensen die het melodietje spelen. En we zijn met z'n drieën. Dus die draait Doedelien. Jullie doen het echt altijd met z'n drieën? Altijd. Ja. Okay. En wat voor instrumenten spelen jullie dan? Marnik speelt contrabas en die zingt. Marleen speelt gitaar en klarinet. En zingt ook. En ik zing, speel de gitaar, de mandoline en de viool. Oké. Ja. En is het een vrolijke muziek die jullie maken? Nee. Nee. Ja, ja, het is heel vrolijk. Het is heel vrolijk. En altijd zit er iets melancholieks in. Ja. 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 Het verschilt of hele rustige nummers en hele verstilde, hele gevoelige nummers. En er zijn hele uitbundige nummers. En zeker in de versieringen hoor je altijd wel iets melancholisch doorklinken. Is dat nou ook kenmerkend voor de zigeunermuziek dat het melancholische toch altijd wel een beetje zo tussendoor speelt?
van de Zigeunerse muziek denk ik dat, maar dat weet ik niet heel erg. Want klezmer en Jiddische muziek is eigenlijk geen Zigeunermuziek. Al ligt het er wel heel dicht tegenaan, want zeker wat wij spelen is eigenlijk ontstaan ook in de Balkan, in dezelfde regio's. En er is heel veel kruisbestuiving geweest tussen de verschillende muziekstijlen. Ja. Dus, maar eigenlijk zijn we een beetje een vreemde eend in de bijt. Vandaag, waarom? Waarom? Omdat wij maken geen Zigeunermuziek. Nee, en toch mogen jullie spelen. Oké. En waarom mogen jullie dan toch spelen? Wat is daar Nou, wat Jeroen zei, is die kruisbestuiving tussen de Jiddische muziek en de Zigeunermuziek is enorm geweest. Dus de manier van spelen op een viool of het gebruik van instrumenten, daar zit een enorme vergelijking in. Als je wat oudere klezmermuziek die heel veel in Oost-Europa is gespeeld, daar voel je direct ook wel de zigeunerklanken in door. Ja. Ja. Maar we horen eigenlijk niet op een zigeunerfestival. Eigenlijk niet? Nee. Dus jullie, heel strikt, ja. Voor jullie is het heel nieuw ook, begrijp ik. Ja, zeker. We spelen nooit op zigeunerfestivals. Nee. Niet, oké. Okay. En hoe bevalt dit zo? Ja, uitstekend. Ja, wat een hele leuke avond gehad. Ja. Of middag in dit geval. Ja, maar. Ja. En blijven jullie tot de avond nog spelen? Nee, wij mogen niet meer spelen. Maar we blijven nog wel kijken naar de andere muziekgroepen. Oké. Het is ook de eerste keer dat jullie hier in Monnikendam zijn qua spelen. Ja, volgens mij wel. In het hele land spelen we wel, maar Monnikendam hebben we nog niet eerder aangedaan. Dus denk ik, in de afgelopen, want we zijn 20 jaar geleden begonnen, dus ik weet niet alle locaties meer precies. Ja. Maar ik denk dat ik Monnikendam wel onthouden had. Ja, toch wel. Ja. Nou, hele fijne avond. Dank u wel. En leuk dat jullie zijn geweest dan. Echt, ondanks dat jullie niet helemaal bij de zigeunermuziek horen, horen jullie er toch bij, vind ik. Ja, vind ik ook. Hartstikke fijn. Oké, nou, fijne avond. Ja, fijne. Dankjewel.
Thank you.
zijn het Roman Ensemble uit Amsterdam. Oké, en is het de eerste keer dat jullie hier zijn in Monaco? Nee, we hebben bij het vorige festival een aantal jaar geleden ook al gespeeld. Oké, en ook in alle verschillende cafeetjes in Monnikendam? Ja, toen speelden we een stukje verderop in de haven op een terrasje. En nu staan we binnen. Ja, hey, en wat voor genre spelen jullie zoal? Wij spelen volksmuziek uit de Balkan en het gebied rond de Zwarte Zee. We hebben heel veel nummers uit Turkije, maar ook Azerbeidzjan, Macedonië. Eigenlijk een hele grote groep van landen waar we muziek uit spelen. En dat doen we eigenlijk al een jaar of 12. En dat wordt een steeds grotere verslaving. En hoe groot is jullie, hoe noem ik dat, jullie band of jullie orkest? Ons ensemble is 9 man sterk. Yeah. We hebben piano, slagwerk, accordeon, klarinetten, viool en zang. Oké, okay. En is het, je hebt natuurlijk verschillende soorten zigeunermuziek. Is het rustig of is het juist heel erg, kan je erop dansen? Je kan er zeker op dansen en we hebben ook wel heel rustige nummers. Dus we proberen een beetje een mix te maken. Maar ja, over het algemeen hele vrolijke muziek. En als het dan al een keertje wat rustiger is, dan zit er altijd een ondertoon in die je toch wel weer wat vrolijk stemt. Dus dat is ook een deel waarom wij het zo'n verslavende muzieksoort vinden. Ja, want hoe lang doe jij dit nu al, zo in deze ensemble? Het Roman Ensemble bestaat nu een jaar of 12 en ik ben er sinds het begin bij, dus bij de geboorte aanwezig geweest en ja, nu nog steeds. Ja. Ja. Jullie hebben het helemaal op, je bent helemaal bij het begin, heb je het opgezet en... Opzetten heeft onze muzikaal leider gedaan, Emirhan Tuğ, dat is een docent aan de Muziekschool Amsterdam. Hij komt oorspronkelijk uit Turkije en hij heeft dus toen wat leerlingen bij elkaar gezet om zijn kennis te laten maken met zijn muziek. Hij wilde zijn muziek overbrengen en dat is een beetje uit de hand gelopen. Het was eigenlijk bedoeld om eenmalig aan een concours mee te doen, maar ja, het liep gigantisch uit de hand. En 12 jaar later zijn we er nog. Ja, en treden jullie heel veel op door het hele land, begrijp ik. We hebben regelmatig concerten, op festivals zoals dit. Maar ook wel in het concertgebouw hebben we wel eens gestaan. Maar we zijn net zo lief op feesten en partijen, bruiloften, op verjaardagen. Dus ja, het maakt niet uit, grote of kleine zalen, binnen of buiten. We vinden het gewoon geweldig om te spelen en dat doen we dan ook graag. En spelen jullie ook in het buitenland? Gaan jullie daar ook wel heen? Ja, we hebben al aardig wat concertreizen gehad. We zijn in Turkije geweest een paar keer. 2 jaar geleden voor het laatst. Maar ook in Oostenrijk en in Hongarije. Dus we proberen wel regelmatig weg te gaan. Ja. Dat maakt het natuurlijk nog bijzonderder om naar de streek te gaan waar de muziek vandaan komt. En dan merk je ook dat de mensen daar, we waren in Turkije... De kinderen waar we daarmee samen speelden op een basisschool, die vonden het geweldig dat wij als kaaskoppen hun muziek speelden. Dat straalt dan meteen van die gezichten af. Dus heel erg leuk. Ja, ja, lijkt me prachtig inderdaad om te zien. Zeker. Nou, wij gaan zo ook even genieten van jullie, hoe jullie gaan spelen. Ik ben heel erg benieuwd. En bedankt dat je even wat wilde vertellen erover. Ja, graag gedaan, veel plezier. Ja, bedankt. Ja, ook veel plezier. Ja. Thank you.
We staan hier bij mevrouw Hes van de Rabobank Purmerend Waterland en Omstreken, als ik het zo even goed zeg. U bent sponsor van dit evenement. U bent er nu bij, wat vindt u ervan? Heel erg leuk. Ik ben niet in de juiste kleding, want ik had natuurlijk zigeunerkleding aan moeten doen. Maar ik was hier vanaf 5:30 en het verrast me. Het is erg leuk. En ik begrijp dat het voor de derde keer wordt georganiseerd. En de cultuurnacht op zich, die hadden we ook altijd gesponsord. En de organisatie ken ik. Dus ja, ik vind het heel erg leuk. De kwaliteit is prachtig, wat ik hier hoor. En er werd zelfs gedanst en daar hou ik ook wel van. Dus wie weet. Nou, wat is het argument van de Rabobank om zo'n festival te sponsoren? Nou, wij proberen te bevorderen dat sociale welzijn van mensen, economisch welzijn en ook cultureel welzijn van een plaats als dit, Monnikendam, bevorderd wordt. Dus daar dragen we graag ons steentje aan bij. En het is geen 100% financiering of zo. We geven echt vanuit het fonds een steuntje. En dat hebben we bij deze gedaan. Nou, iedereen geniet hiervan, alle wat hier mogelijk is. En natuurlijk, het kost altijd geld, ondanks alle vrijwilligers. Ja. Dus ik denk dat iedereen heel dankbaar is dat jullie dat doen. Ja. Hebben jullie nog meer initiatieven hier in de omgeving, ook in Waterland, voor cultuur? Ja, ik ken het museum, Speeltoren en het straattheater wordt ook jaarlijks gedaan. De kantorij, de grote kerk, die heeft volgens mij ook in het najaar een talentenfestival. Nou, dat zijn zo een beetje de al hele leuke activiteiten. Ja, en allemaal op cultureel gebied. Dus, ja, absoluut. Ja. Nou, namens iedereen die ervan geniet vandaag, dank voor jullie hulp. Ja, en ik zou zeggen, geniet er vanavond ook heel erg veel van. Ja, dat ga ik zeker doen. Dank je wel. Dank je wel. Het is de eerste keer dat het Schoonfestival bij jullie? Ja, wij doen het voor de eerste keer mee. Oké. Ja.
En hoe vind je dat? Hoe ervaar je dat? Je ziet het, hartstikke leuk. Helemaal goed. Ja. Gezellig. Ja, gezellig, lekker druk, leuke sfeer, dus helemaal goed. Ja. En qua muziek, hou je er hier een beetje van? Het klinkt leuk, maar het is niet helemaal mijn muziek. Nee, nee. Het is een beetje zwaar voor mij. Ja. Maar de mensen vinden het wel leuk. Ja? Ja, dus dat is belangrijk, denk ik. En gaat dit nu de hele avond bij jullie door? 10, 11 geloof ik, gaat het door. En dan maar kijken wat ze willen. Ja. Dus als ze door willen, dan gaan ze door. En anders niet. En is het voor herhaling vatbaar? Ja, zeker weten. Ja, dat gaan we zeker nog een keer doen. Dat heb ik al gehoord van de jongens ook, dat ze het nog een keer gaan doen. Dus dat gaan we zeker nog een keer doen. Oké. Okay. Nou, leuk dat jullie meedoen. En leuk ook dat jullie voor de eerste keer meedoen. Dat, ja, leuk dat jij een interview doet. Ik ook voor de eerste keer. Ja, voor de eerste keer. Ja, dat is allemaal kan leuk. Ik aan de hand geven. Ja. Maar, nee, hoe gaat de avond verder verlopen als dit afgelopen is? Kijken, als de mensen nog gezellig een borreltje willen doen, dan moeten ze dat lekker doen. En, het hangt er een beetje vanaf, het begon natuurlijk om 4 uur, dus het zal wel niet zo heel laat worden. Nee. Nee, denk ik niet. Nee. Maar dat is ook juist mooi, denk ik. Ja. En zo de afwisseling tussen de, de verschillende cafés in. Ja, ja. Absoluut. Oké. Okay. Nou, hey, bedankt en veel plezier. Ja, niks te danken. Jij ook. Geniet ervan. Dankjewel. We staan hier bij Heerewaard Burgers van Okto Katje. Ja. Jullie hebben net opgetreden. Ja. Hoe ging het? Ja, volgens mij gingen het takken wel af zo'n beetje. Ja. Dus erg voldaan na het optreden. Ja, het is erg leuk om ook weer voor het Monnikendamse publiek te kunnen spelen weer. Ja. Ja, het is 6 jaar geleden, hè? Gaan we dat nou vaker meemaken? Ja, er wordt al veel gevraagd, ja. Ja. Dus ze zijn dol enthousiast. Ja, ja, we moeten maar even de goede tijd en gaan evalueren. En dan niet 6 jaar wachten, maar wat sneller nu. Ja. En we hebben met alle bands, zeg ik maar even, gepraat over hun stijl. Ja. Wat is jullie stijl als je het plaatst in het totaal? Ja, wel wat anders natuurlijk. Hè, zoals ieder orkestje dat wel zegt. We hebben wat meer ritmische nummers. Daardoor swingt het wat meer, of tenminste dat proberen we wel te bereiken. En wat wij ook hebben is dat we wat percussie en drums erbij hebben in de nummers en zang. Ja, en dan krijg je toch een ander. Dat is heel bijzonder. Ja, 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 ja. Ja, het was ontzettend mooi om te zien. Ja. Zometeen krijgen we de jam sessie, daar doen jullie weer mee? Ik denk het wel, ja. Uiteraard, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Ik denk ook dat het hier helemaal los gaat zometeen. Ik ga een pilsje drinken nu en dan gaan we los. Hartstikke goed. Nou, dankjewel voor het interview en succes zometeen. Dankjewel. Oké.
Ons af. Hoe is het terechtgekomen dat jullie hier openstaan voor deze muziek en vanavond? Nou ja, op zich is dat niet zo moeilijk. Wij zijn door de week zijn we gewoon een eetgelegenheid, een thuis eetgelegenheid. En in het weekend proberen we altijd wat leuke dingen te doen voor mensen met muziek, alles erop en eraan. En wij zijn altijd in voor nieuwe en leuke dingen. En dus als er iets apart is, willen we altijd graag meedoen. Want ja, het is leuk, het is voor mensen die komen eten. Er gebeurt dus wat anders dan alleen maar eten. En ik denk dat het goed is voor Monnikendam om gelegenheden te hebben die veel meer mogelijkheden bieden dan alleen maar eten of alleen maar drinken. En dan gewoon omdat ik het er gewoon gezellig vind. Ja. Ja. Nou, ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Maar hebben jullie dit al eerder gedaan, zo'n Zigeunerfestival hier bij jullie binnen? Nee, Zigeunerfestival niet. Want als ik het heel goed herinner is dat 2008 volgens mij voor het laatst geweest. En toen was ik hier nog geen eigenaar, dus dan heb ik er niet aan meegedaan. Maar we doen alle dingen mee, hoor. Meezingkoren, we doen af en toe een housefeestje geven. Dus eigenlijk proberen we voor elk publiek wat leuks te doen om de mensen maar binnen te halen. En merk je aan de klanten dat ze het leuk vinden? Dat ze en kunnen eten vanavond, maar ook muziek kunnen luisteren? Nou, vanavond zeker. We hebben echt heel veel reserveringen gehad, speciaal omdat mensen hier komen spelen. En, we hebben nog net geen ruzie om de tafel van wie het dichtstbij mag zitten, maar daar komt het af en toe wel een beetje op neer. Ja. Maar je ziet gewoon aan de mensen dat ze er speciaal voor komen en dat is leuk. En we moeten helaas heel veel mensen teleurstellen vanavond. En dat is jammer. Ja, dat is zeker jammer, ja. Want het is ook heel erg druk, valt me op. Ja. En is deze aan het spelen. Komt hierna nog een andere? Ja, we hebben tot 11 uur hebben we deze muziek, dus op zich... iedereen is welkom, ik zou zeggen. Kom, geniet ervan en doe eens wat anders dan normaal. Ja. Nou, dat zullen wij ook rond gaan brengen, ja. Hè? Dat iedereen welkom is. Ja. Hey, bedankt, een fijne avond. Ja. En succes met Omroep Pim. Dankjewel.
optreden vanavond? Nou, ik vond het, de ambiance is hier super. En we houden dat gecombineerd met mij ontzettend graag optreden. Dus ja, dan gaat het samen. Het is een beetje natuurlijk lawaaierig. Het is wat warm. Ik zweet helemaal peentjes. Maar dat mag allemaal niet donderen eigenlijk. Dus het gaat om dat die ambiance hier is. Het publiek heeft genoten. Ja, dat tot een grote genoegen. Want we hebben niet direct makkelijke muziek. We hebben nooit zo gespeeld op wijsjes die de mensen kennen. Dus wij gaan gewoon onze gang. Wij houden van Roemeense, Zuid-Roemeense muziek uit de 60 en de 70 jaren. Dat is bij de Roemenen soms ook een beetje moeilijk. Want... Maar waarom kiezen jullie daarvoor? Ja, wij vinden die muziek helemaal te gek. Het begint langzaam wat weg te gaan, maar vroeger waren de Roemenen waren daar een beetje allergisch voor. Want die associeerden dat met de Ceausescu-tijd. Dat kan ik me voorstellen. Dat dood en verderf. Lange, ik heb wel eens over internet wel eens op, met iemand gediscussieerd. En dan viel de schellen echt van de ogen. Ik dacht, denken ze daar zo over? Ja, en wij zijn natuurlijk helemaal zonder enige vooringenomenheid. Dus wij houden punt. We houden gewoon van die muziek. Maar is het ook een beetje donkere muziek? Zwarte muziek? Nee. Je hebt wel verschillende soorten in Roemenië. Je hebt natuurlijk daar ook die zigeunermuziek. Hè? Dus ik bedoel, zigeunermuziek is één grote vergaarbak van dingen. Dat is eigenlijk een heel fout woord, want dat duidt niks aan. Maar binnen Roemenië heb je dus een stijl die vooral in Boekarest wordt gespeeld en gezongen. En dat is een beetje de muziek van de zigeuner zelf daar. Dat is heel interessant. Ik was er helemaal weg van. En toen kwamen een paar Roemeense intellectuelen tegen. En die gingen dat helemaal in de grond boren. Want wat bleek het nat? De tekst die zijn dus Tante Leen, John Jordaan gehalte. Erg leuk toch? Erg leuk ook. Maar dat is dus gewoon de intellectuelen. Geen Boudewijn de Groot. Die keken daar een beetje op neer. Maar de muziek instrumentaal gezien is dus ongelooflijk interessant. Vol met Turkse resten er nog in en zo. Dus, en daar houden wij ook erg van. Dus moeilijk te maken, die zigeunermuziek. Wat ik zelf heel erg mooi vond was de panfluit. Maakt een bijzondere indruk. Ja, panfluit is bijna weg geweest. In het begin van 1900 was hij bijna weg. En dus bleef aan een klein draadje bleef die panfluit toch nog bekend. En dat was een man die was zanger en panfluitspeler. En die heeft dus vlak na de Tweede Wereldoorlog van toch de goede krachten in het regime de opdracht gekregen om een klasje te formeren. En daar zitten dus alle bekende. Zam, Veer, Pervoe, Radu Simeon, Daniel Hoeken, iedereen. Die dus, ja, vooral Zamfi kende natuurlijk iedereen. Maar die zat dus allemaal in dat klasje. En vanuit dat klasje is het dus weer groter geworden. En toen kwam er natuurlijk 60, 70 jaren. Ja, dat was de mondiale bekendheid van Zamfi. Ook natuurlijk met een geweldig orkest achter zijn kont en zo. Dus dat... En, maar nu is het nog steeds wel, het blijft interessant eigenlijk. Het publiek heeft er enorm van genoten. Wij hebben van jullie genoten. En jullie hartelijk zijn dank. Van de plaatselijke radio, wij zijn van de televisie PIM. Ja, lokale omroep PIM. En voor alle kijkers, daar kunt u het ook weer terugzien. Ook op internet. Ja. Ook op internet kunt u het terugzien. Hartelijk dank. Ik ga terugkijken. Hartelijk goed, dank u wel. Fijne avond. Bedankt voor. Ja. We staan hier bij de Zwaan, bij eigenaar John Volten. En we genieten hier van prachtige muziek. Kun je ook genieten ondanks de drukte? Nou, zeker. Wel, 6 jaar geleden hebben we het ook gehad. En toen hebben we ook kunnen genieten ervan. En door alle drukte en met wat je net vroeg van, heb je snel even een interviewtje voor me. Nou, je ziet het, want het is druk voor mij, zweet op mijn voorhoofd. Maar we vinden het gewoon fantastisch. Voor leuke mensen, aardig publiek. Ja, wat wil je nog meer eigenlijk? Hè? En spreekt de muziek jou aan?
Nou ja, niet alles. Niet alles. Ik vind het goed, maar sommige dingen dat vind ik te lang duren. Dan is het even te langdradig en dan komt het wel weer. Maar ja, ik heb ook weinig tijd om echt alles goed te beluisteren. Dus ja, dat laat ik allemaal aan andere mensen over en Arjan de Boot en zo. En dan, niet voor mij in ieder geval. Ja, maar het is ongelooflijk gezellig. We tussen de vier kroegen lopen de mensen heen en weer. Ja. Het is lekker weer buiten. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat jullie dat in de samenwerking kunnen doen. Ja, absoluut. Ging dat goed? Ja, nou, dat gaat heel goed. Het was ook heel snel eigenlijk ook besloten. En ook onderling met elkaar de gesprekken die er waren. Ja, eigenlijk binnen een half uur tijd. Ja, wij zijn altijd wel enthousiast voor dingen om graag aan mee te doen. En wij kunnen dat in een half uur tijd kunnen we dat eigenlijk zo regelen. Van ja, doe mee, we sponsoren mee. En ja, ja heerlijk. Heerlijk. Hartstikke mooi. Fantastisch. De mensen genieten enorm. Ja. Wij genieten. John, dank. Succes vanavond. Gedaan. En we gaan van de muziek genieten. Ja, we hebben nog jam session, hè, nog hierna. Dus, ja, die gaan we zo ook zeker volgen, absoluut. Okay. Hey, dankjewel. Kijk erg naar. Oké, top. Dankjewel. Hey. Goed. Zo,
Het festival is aardig onderweg. Aan de bloem te zien, zit jij bij de organisatie? Nou, laat ik zo zeggen, we helpen de organisatie. Dus we zijn vandaag, Ivo en ik, zeg maar een soort van locatiemanagers. Dus we begeleiden de groepen die binnenkomen en we zorgen ervoor dat ze op tijd stoppen. Want er is ook een schema, zodat iedereen gewoon overal op tijd kan beginnen. En dan zoveel mogelijk genoten kan worden van dit muziek. Handig. En wat is jouw naam? Iris. Dag Iris. En heb je verschillende locaties of allebei deze locatie? Wij hebben allebei deze locatie. En vinden er ook al onregelmatigheden plaats? Hooligans of iets dergelijks? Nee, nog niet. Nee, maar dat kan nog. Nee, kan nog later komen vanavond, hè? Ik weet het nooit. Nou, we hadden begin van de avond hadden we 4 meisjes en die stonden de hele tijd te dansen. Ja, dat was superleuk. Ja, die had ik op de camera staan. Ja, nou, dat was zo ontzettend leuk. Wat kleinere meisjes, hè? Ja. Ja, dat was ontzettend leuk. Ja, echt heerlijk. Maar dan grijpen jullie dus niet in? Wel, nee, je moet plezier hebben, toch? En het is, dat vind ik wel leuk. Het is voor alle leeftijden deze muziek. Dus, ja, dat is interessant. Jong-oud loopt hier gewoon rond. Hartstikke leuk. Ja, superleuk. We zijn een beetje tevreden met de opkomst? Nou, wij staan dus nu buiten, omdat je gewoon binnen allemaal bij elkaar staat. Maar het is wel gezellig. En ook als je buiten staat, hoor je zo die muziek. Nodig het weer helpt ook mee, hè? Want het is niet koud, maar het is ook niet een zonnetje dat mensen thuis blijven barbecuen. Juist, precies. Nou, dat goed hebben we besteld. Netjes gedaan. Op straat ook. Je loopt er tussendoor. Het is hartstikke gezellig leuk, zo. Hè? Iedereen die er nu niet is, mist eigenlijk wel wat, hè? Dat is waar. Kom nog, hè? Het is nog niet afgelopen. Nee. We hebben nog aan het eind is er nog een jam sessie. Ja. Wat gaat dat inhouden? Dat houdt eigenlijk in dat ze met z'n allen gewoon gaan improviseren. Nou ja, dat wordt ook een feestje op zich. Welke locatie? Volgens mij de Zwanen. Bij de Zwanen, ja. Okay, ja. Nou, dat wordt echt vuurwerk. Ik zou erheen gaan. Ja. Hartstikke leuk. Dank jullie wel en succes met het locatiebeheer. Ja, dankjewel. Dankjewel. En wie zijn jullie? Ik ben Kees van Oorschot, dat is Johan Miku en we zitten in het ensemble Mihai Scarlat. Mihai Scarlat. Groot Roemeens orkest en we hebben de grote eer dat we hier mogen spelen vanavond. Echt geweldig, in dit prachtige, warme, bruine café. Hoe heten jullie ook alweer? Marneke Veerhuis. Is het voor het eerst dat jullie hier spelen, überhaupt ook in Monnikendam? Ik ben nog nooit in Monnikendam geweest, nee, nog nooit. Nou, ik wel, maar met een andere soort muziek. Dus met klassieke Matthäus Passion in de Grote Kerk, zelf evangelische omroep. En dan heb ik daar gezongen met een fantastische Urkermans-formatie. Die zijn gericht op alle soorten muziek eigenlijk. Zo kerkelijke muziek, maar ook spirituals en ook dus gewoon fantastische tiritomba enzovoort. Dus dat is niet mijn eerste optreden hier, maar ik ben heel blij met deze soort muziek ook hier, want ik ben echt een Roemeen, ik kom uit Roemenië, dus ik speel mijn muziek, die heb ik meegegroeid. Maar eigenlijk als ik u hoor, u bent heel erg, heeft heel veel variaties muziek, van klassiek tot christelijk een beetje, tot zigeunermuziek, tot spiritueel. U bent ja, heel breed eigenlijk, ja. Ja, bespeelt u ook een instrument? Of? Ja, natuurlijk. Ja, ik speel een instrument, die speel ik al, denk ik, bijna 45 jaar. En die heet Taragot, dat is een Hongaars van afkomst, maar is echt bekend en fantastisch goed gespeeld in Roemenië. Met volksmuziek en alle soorten. Dus nu probeer ik een beetje richting de klassiek dus, te gebruiken. Dus niet alleen volksmuziek te spelen, dus iets verder, stapje verder. En dat lukt het ontzettend veel, die mensen genieten van. En wat voor instrument is dat dan? Wat dat voor, is een blaasinstrument, die lijkt een beetje, is een bredere klarinet, lijkt op saxofoon sopraan, maar is echt een houtinstrument en heel oud qua bestaat. Dus mijn instrument misschien heeft meer dan 100 jaar, want het is een Hongarije gefabriceerd en de fabriek was gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, dus die bestond niet meer. Maar zijn de instrumenten die zijn overgebleven. Dus, en dan heb ik grote plezier om zo'n fantastisch instrument hebben. In principe, ik ben zanger. Ik was operazanger in Duitsland, een beetje in Europa gezongen, in Roemenië zelf. Maar nu ben ik teruggekomen bij de eerste liefde, zo te zeggen. Omdat deze instrumenten, volksmuziek, was mijn eerste grote liefde. Zo. Die heb ik mee. Wat mooi. Maar en wat spelen jullie vanavond dan? Wat voor genre muziek spelen jullie? Roemeens. Roemeense zigeunermuziek, maar ook folkloristische muziek. Eigenlijk origineel Roemeense muziek, zoveel mogelijk. Ik denk dat wij het grootste Roemeense orkest buiten Roemenië zijn.
van professioneel niveau dan. Hè? Niet alleen zo. Ook de beste kan ik wel echt zeggen, want ik heb een heel veel. Er is er maar één. Ja. Heel veel orkesten gespeeld, maar het is echt een fantastisch en als je ziet de Nederlandse mensen die zo goed kunnen Roemeense muziek spelen, nou dan ben ik verschrikkelijk onder de indruk en ik waardeer heel heel veel dat. Wat leuk om te horen. En hebben jullie nu al opgetreden of gaan jullie nog optreden? Nee, we moeten nog beginnen. En, want jullie naam is? Ensemble Mihai Scarlat. Jullie beginnen om 8:00 Ja, denk het. Ja. Maar we wachten gewoon en dan schuiven we aan en dan gaan we spelen. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Ja, leuk. Luisteren. Ja, ga ik goed. Zeker doen. Okay, leuk. Ja, leuk. Nou, tot zo. Bedankt. Ja. Jullie allebei. Jullie bedankt. Heel graag, heel graag. Thank you.
klopt. Hey, ik ben Mark. Mark, oké, hoi. Ik ben Charlie. Mark Veerhuis. Mark Veerhuis staan we voor. Ja. Hey, en wat is jullie baan in dit hele geheel? Wij zijn locatiemanagers van het Mark Veerhuis. Ja, wij beheren deze hele locatie, die is van ons. Tijdens dat festival. Okay. Is helemaal van ons. Ja, Mark? Ja, nee, is, absoluut, absoluut. Daar waar de beste muzikanten optreden, dat is onze toko. Ja, absoluut. Ja. Dus, en dat zijn wij dan. Ja. En wat moeten jullie nou de hele avond zo regelen? Ja, nou, dat is veel bier en zo. En wat nog meer? Ik heb net een heel blad water gebracht naar de muzikanten. Die stonden wat te verpieteren en die hadden dorst. Overigens, want we moeten hier wel vaart achter zetten, achter dit gesprek. Want de locatie is nu onbeheerd. Ik denk dat er een kleine 400 man binnen zitten. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En ja, goed, wij zijn in charge. Dus ja, wat is het? Het is stoelen neerzetten, stoelen weer weghalen omdat er meer ruimte moet komen. Bier halen, water halen. Het is zo. Dat is allemaal zo. Een man hier die oud ging op het trappetje. Dus dan toch kijken, waar is de... Dokter? De dokter? Nee, maar letterlijk, waar is de dokter? Kleine kinderen, zat toch iemand met de vinger? Alsof er alleen maar ongelukken waren. Maar ja. Dat regelen we dan. Maar waar hadden wij ook op deze site? We hadden Nello Mirando, weet je wel? Dat is de Nestor van de Zigeunermuziek. Die speelt hier trouwens nog steeds. Dus je moet even opletten dat hij niet te lang doorgaat. Maar dat was fantastisch gewoon. Dat was echt geweldig. De volgende act moet over een kwartier onstage. Over een kwartier? Nee, nog 5 minuten. Kunnen we nog 5 minuten doorlopen? Ja, dat werkt. Gezellig. Maar als ik het goed begrijp, jullie regelen alles op gebied van de band, of de muzikanten, ja. Maar ook alles eromheen. De tijd, de muziek. Ja, de eten krijgen, dat ze wat te drinken hebben. Ja. Dat er stoelen zijn, ze moeten een kruk hebben, soms een microfoon. Nou ja, alles wat een band nodig heeft, dat proberen wij voor hun klaar te zetten. Ja. En dat is dan echt alleen op deze locatie gericht. Ja, gaat goed, hè? Heel handig. Ja, heel handig, ja. Nee, er zijn dus vier locaties in het stadje waar gespeeld wordt. En ja, wij runnen dan het Mark Veerhuis. Ja, oké. Okay. Nou, jullie zijn een gezellig duo met z'n twee, vind ik. Je hebt een kijk op. Ja, ik vind jullie een gezellig duo. En het komt vast helemaal goed. Papier rennen het helemaal hier. Ja, hoor. Ja, dit is een best lopende site, horen we. Kijk. Ja, maar dat is niet zo gek met het duo als deze. En dan ben ik blij dat ik jullie nog even mogen interviewen. Leuk. Ja, maar we gaan je wel even kussen voor de dinges. Oh, ja. Nou, dankjewel. Hey, fijne avond. Ja, doeg. We gaan nog even bij wat bezoekers van het festival langs. Wij zijn hier bij een leuk tafeltje. Die kennen wij van de VUT. Ja. Tieneke ook. Ben je aan het genieten vanavond? Ik vind het erg leuk. Ik vind het erg gezellig. En ik zit nu even hier te kletsen. Maar net heb ik binnen gezeten. En ik vind het heel leuk om die muziek te horen. Je wordt er lekker vrolijk van. Dus leuk. Heb je ook bij de andere binnen geweest of nog alleen bij de Zwaan? We zijn hiernaast geweest. We zijn in Mark Veras geweest. We zijn bij de Thai geweest. We hebben alles gezien. Hartstikke goed. En hier komt vanavond hier nog een jam sessie, hè? Ja, ik heb het gehoord. Maar eens even kijken. Ik heb nog niet gegeten. Volgens mij is er genoeg mogelijkheden voor. Ja, er zijn genoeg horecagelegenheden die mij willen ontvangen, denk ik. Ja, hartstikke leuk. Ja. Even naar de meneer aan de overkant. Geniet u ook van de muziek? Fantastisch. Ja, helemaal naar mijn zin zo. Helemaal geweldig. Heeft u wat met zigeuner muziek? Nee, ik heb er niet zo heel veel mee. Maar ik vind het wel gezellig klinken en het boeit me wel. Ja. De sfeer is fantastisch hier op straat. Dus ik ga nog even naar deze mevrouw. Niks gezien. Ik zit hier heerlijk. Ik zie allemaal leuke mensen erbij. Ik zie ook wel af en toe verklede mensen. Dus ik denk die horen bij zo'n bandje. Maar muziek heb ik nog niet gezien. Maar ik denk dat spectaculair wordt om 10 uur. Dat alles bij elkaar komt. En dat hoop ik mee te maken. Daar gaan we voor. Hartelijk dank. Geniet van de avond. En eet smakelijk. Dankjewel.
Sergio Reinhardt. Is dat correct, Jeroen? Ja, nee, dat klopt helemaal. Ja? Ja. Je precies met je hand op de... Even kijken. Ja, oké. Okay. Ja. Is alles onder controle? Nou, het is wel berendruk, moet ik zeggen. Maar, ongelooflijk, hè? Het gaat goed. Het dak gaat eraf. Ja, het is fantastisch. Het is echt doorslaan succes. Dus, volgend jaar weer, zou ik zeggen. Wat mij betreft wel. Ja, maar dan moet wat Valeria vragen, hè, en Anneke. Ja, er moeten ook mensen organiseren. Jawel, ja. Maar het is perfect georganiseerd. Dus alle lof voor de organisatie. Dat hebben ze helemaal bij gevraagd. Deze. Nou, okay. Goed voor je mooie avond. Ja, zeker weten. Dankjewel. Dankjewel. Thank you.
meester hier? Ja. Ja. Nou, eigenlijk meneer Horde, hè? Horde. Ja, ik ben zijn hulpie. Oh. Maar wat doet u nu de hele dag? Wat is er aan de hand? Een beetje heen en weer in en een beetje bevelen uitdelen. En geld vangen. En geld vangen. Natuurlijk. Ja. Maar is er iets... Er is een Zigeunerfestival hier in Monnikendam. Ja. En wat heeft dit met de bootjes te maken? Dat heeft helemaal niets met die bootjes te maken. Want dit is het Nederlands kampioenschap platbodems. Dus dat valt toevallig samen. En wat houdt dat in, dat we Nederlands kampioen platbodems? Die varen dus een race 3 dagen lang en wie de beste is, is kampioen van Nederland. Ah, oké. En die komen dan hier in Monnikendam uit? Ja, ieder jaar. Ja. En dan liggen ze, morgen is de laatste dag en dan zijn ze klaar. Oké. En wat is uw taak dan in dit hele geheel? Nou, die mensen moeten een plaatsje hebben. Want als ik ze loslaag, gaan ze over kriskras overal leggen. En dan kan ik er 3 kwijt. En dat is het. Ja, dus u bent meer van de regel. De regel houdt het allemaal goed in de gaten. Ja, dat dacht ik wel, ja. 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 En krijgt u nou ook nog wat mee van het Zigeunerfestival? Nou, ik heb ze zien lopen, maar Nee. Maar het is wel leuk waarschijnlijk. Ja, het is erg gezellig. Ik hoor de muziek op de achtergrond, maar voor de rest krijg ik er niet veel van mee. Nee. En de boten, die gaan morgen dus allemaal weer uit. Morgen om 8:30 gaan ze weer weg. En dan gaan ze nog één ritje maken. Dan komen ze weer terug en dan hebben ze de prijsuitreiking en dan gaan ze weg. Is de prijsuitreiking ook hier in de haven? Ja. En wat is uw taak dan verder nog? Het begeleiden van de boten uit de haven? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Okay. Bruggetje open doen. Ja. En zo. En weer dicht. Doet u dat ieder jaar? Ieder jaar, ja. Ja, iedere zomer. En het blijft leuk? Ja, ik vind het leuk werk, ja. Ja, ik vind het leuk werk. Ja hoor. Ik heb dat 18 jaar in Vancouver gedaan. En nu weer in Monnikendam. Maar daarvoor deed ik het ook al in Monnikendam. Dus het doet eigenlijk al een hele lange tijd. Ja, het doet al een tijdje, ja. 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 Schippers die zijn allemaal, die weten wel, ze zijn 10 meter, maar dan zijn ze dus 12. Oh. Dat begrijp je wel, hè? Ja. Bij de havenmeester zijn ze 10. En, maar officieel zijn ze 12. Zo gaat dat dus, ja. In dit wereldje. Ja. Ze zijn een rondje aan het draaien. Hey, ik wil u bedanken. Oké, okay, nou, super. Veel succes. Ja, met Pim. Thank you.
Thank you.